Ja, goedemiddag, goeiedag, kijkers. We staan hier in de Konraadstraat, achter het Groothandelsgebouw, voor het Centraal Station. En we staan hier op dat plekje te kijken waar zometeen een gigantische heikraan gaat komen. Vandaag 21 maart, hier gaan ze dus beginnen met het aanleggen van een fundering om de hijskraan te gaan plaatsen. En die hijskraan is dermate groot dat er eerst een fundering moet gemaakt worden. En dat zijn dus 70 palen die dus in de grond gaan. En daar gaat een gigantische hijskraan op rusten. En dat is eigenlijk het gebeuren wat hier gaat gebeuren. Nou, dan zijn er nog mensen die dus last zullen krijgen van een beetje geluid. De komende tijd zal je dus heel veel kranen zullen dus heel veel geluid. Je zal heel veel geluid meemaken vanwege de heipalen die de grond ingaan natuurlijk. En men is langzaam naar boven aan het komen. Men was beneden bezig. In de tunnels beneden. De stationen. Nu is men naar boven gekomen met het werkgebeuren. Dus het geluid gaat ook naar boven komen. Dag meneer. Dus het geluid gaat ook naar boven komen. En mag ik u wat vragen? Ja. Weet je wat hier gebeurt? Weet je wat hier gebeurt? Ja? Nee, maar weet je waar dat stukje voor is dan? Ja. Kom eens even, man. Kom eens even een beetje schuw voor mij. Of durf je niet? Camera staat erbij. Ja, maar ik ben geen Rotterdammer, toch? Natuurlijk ben ik een Rotterdammer. Louis. Hi. Aangenaam. Nu? Ja, dan weet ik het ook niet meer. Nee, maar hier komt de grootste kraan van Europa. Heeft u informatie erover gelezen? Die heb ik gelezen op internet en teletext. 150 meter rijkwijte en 80 meter hoog. Dus. En 70 betonpalen om hem te verankeren. Dus ik ben benieuwd dadelijk. Nou, ik denk dat ook mensen natuurlijk. Zo toch even stiekem kijken of... Straks wordt hij in elkaar gezet, dus overdag zal hij niet veel zien daarvan, denk ik. En in de avond en nacht zal hij genoeg gaan zien. Spektakel, denk ik. Ja, ik vindt het wel leuk, geloof ik, om elke dag een beetje bij te zien. Je woont in de buurt? Ja, 10 minuten hier gedaan, dus dan kun je wel even langs gaan iedere keer, dus. Nou, eigenlijk moet ik u elke dag komen interviewen om bij te blijven. Ja, je zou via internet even een blog kunnen maken en dan kijk ik het bij jou iedere keer. Dus, ik zou zeggen succes verder met de interviews. Ja, dankjewel. Ik vind het heel moedig van u dat u het... Okay. Nee, maar het is een gigantisch gebeuren natuurlijk hier, zo'n grote kraan. En voor het eerst geloof ik in zo'n grote stad. Of misschien wel eerder, maar... Dat durf ik niet te zeggen. Maar het wordt een groot gebouw natuurlijk. Ik denk het wel, want het moest luisteren, als hij zoveel meter hoog wordt, dan moet er wel eens een grote kraan kopen natuurlijk. Hè. Dus, en zo hoog, ja, die gebouwen zijn wel zo hoog, maar die zijn niet door die kraan gemaakt hoor. Dat is een andere manier gebeurd, dus... Ja? Oké. Okay. Dankjewel. Ik ga verder kijken. Succes jullie, hè? Oké, okay, doei. Wil je een kaartje hebben? Kunnen we terugkijken op zo'n tong? Oké, ja, die zie ik wel eens op de kabel staan. Die zou ik erbij. Hey, succes. Doei. Maar 27 meter diep, hè, Louis? Nou, u hoort... Wat zei je? 27 meter diep gaan we zandlaag. Nou, nu hoort het 27 meter diep gaat. En de spanwijdte van die kraan wordt dus 150 meter. Nou, dat is toch een behoorlijk bereik natuurlijk, hè? 80 meter hoogte. En 80, 90 meter hoogte, de hoogte in. Is niet hoger dan? Ja, oh, dat is behoorlijk wat. En 70 heipalen de grond in, hè? Voor één klein kraantje. En
Ja, dat gaat volgens mij heel wat gewicht aan zo'n kraan zitten, dan denk ik. Maar ik ga nog eens even kijken of ik een aantal mensetjes kan interviewen hier. Lopen van op dit stekje. Lopen er niet veel mensen rond, maar... Heren, weten jullie wat er gebeurt hier? Weten jullie wat hier gebeurt? Nee. Mevrouw, weet je wat hier gebeurt? Geen idee. Weten jullie wat hier gebeurt? Meneer van de beveiliging, weet u wat hier gebeurt? Nee. Moest hij wel weten eigenlijk. Ja, dat. Start TV. Een interviewtje doen. Morgen wordt het geboord. Huh? Ja, maar dat maakt niet uit. Kijk, wij willen gewoon een programmaatje maken, info-programmaatje. Voor iemand woord kan doen van de gang van zaken. Ja, alles wat ze zeggen is allemaal onzin, hoor. Dus, ja, altijd. dat maakt nooit uit, toch? Dus als we een leuk interviewtje kunnen, als hij kan vertellen van hoe of wat. En, ja. Maar Leo weet er alles van. Leo die... Dat is hier de uitvoerder. Oké. Dat is de leidinggevende eigenlijk hier, zeg maar. Die groene helft. Oh ja. Nou, hij loopt gelijk weg natuurlijk. Hè. Ja. Dus we kunnen hem even hier roepen dan. Dat is snel. Je loopt hier? Maar dus vandaag gaan jullie ermee beginnen. Dan loop ik ook vast. Ja. Vandaag gaan jullie ermee beginnen dus. Ik kan dat mijn onzin vertellen, maar ik kan er weinig over vertellen. Ik kom alleen maar even langs. Ik moet even zooi afgeven. Ja. Oké. Dus ik kan er weinig over vertellen. Ja. Een van de bedrijfsleiders of zo? Ben je een van de Ik weet dat ze morgen gaan boren. Dat gaat gebeuren morgen. Ja. Oké, dus ik dacht dat het begin eigenlijk vandaag er was, maar ja, dit is al waar, als waar ook al het begin natuurlijk. Ja, nee, morgen wordt er geboord en dat is voor het kraanplateau waar die grote kraan komt te staan. Ja. Worden de 70 palen worden er in de grond geboord. En hoeveel weegt die ton, of hoeveel weegt zo'n kraan nou eigenlijk? Of? Die hier komt? Ja. Nou, ik heb gehoord een 1600 tonnen, maar... Ja, je interview maar gelijk. Plus die massa, plus de massa wat er op de kraan komt te zitten natuurlijk. Ja. En daar komen de palen en er komt een hele betonnen plaat komt daarop. Ja. En daar komt de kraan op te staan. Maar liep die metrolijn niet eronder dan? Die ligt ernaast. Die ligt daar weer naast? Daar ligt de boor op. Er zit een meter van de metrolijn af. Ja, wat een structuur zeg je. Ja, je wat een goed denken, maar in denk en meetwerk is dat allemaal dan. Maar het is natuurlijk ook goed uitkijken dat je niet met de paal in... of niet met die boor in de metrolijn zit of zo. Ja, die boor die loopt niet weg. Die boor die gaat gewoon loodrecht naar beneden toe. Dus dat, in de metrolijn kunnen we nooit komen. En daarom is er ook gekozen voor een boortechniek in plaats van een geheide techniek. Als je gaat boren, dan heb je geen geluid. En het gaat precies daar waar je het wil hebben. En met heien, dan kun je nog het een en ander weg laten schuiven natuurlijk. Zand en... Met trilling uiteraard en met geluid. Geluidsoverlast, en dat wil je hier niet. Nee. Het is een beetje veel voor die mensen geworden waarschijnlijk ook, die hier aan het werk zijn. Waarschijnlijk wel, ja. Waarschijnlijk wel. Nou, dan heb je vooral te maken met gevaar dat zo'n metrolijn gaat scheuren of gaat verzakken. En dat heb je met deze techniek niet. Nee.
Dat kun je beter voorkomen natuurlijk, aangezien je het net aangelegd hebt. Ja, met deze lijn gaan we, of met deze techniek, dan gaan we gewoon een gat in de grond boren. En dan wordt de beton ingestort. En dan gaan we die netten die daar liggen, die gaan erin. En dan maak je echt een paal in de grond. In de grond maken. Ja. Het is niet meer. Ook, ik zat hier een beetje te denken van, nou, misschien laat je dan de eerste gat maken en dan laat je die paal dan langzaam erin zakken. Maar het is echt. Dat gaat gewoon een gat in de grond maken en daar die paal maken. Door die buis gaat beton wordt erin gestort en daar gaan die korven gaan erin. En die worden dan in de beton gezet, zeg maar. Dus de korven erin, beton erin en dan heb je eigenlijk een paal in de grond gemaakt. In plaats van een prefab element die je in de grond gaat heien, maak je hem zo op deze manier in de grond. Gaan die dingen niet krom staan of zo? Of dat je dat bijvoorbeeld wat ik weet van beton, dat ijzer dat het niet bedekt is? Daarom zitten er aan de korven afstandhouders. En die zorgt ervoor dat die precies het midden van die pijp blijft. Ja, dat is wel over nagedacht natuurlijk. Ja, er is over nagedacht, ja. Tenminste, dat wordt ons wel geacht, ja. Hierover na te denken, ja. Nou, ik wou eigenlijk een beetje een interview met die meneer Leo. Die kon wat meer informatie geven, denk ik. Maar die is nou druk bezig, dus dat krijgen we niet aan de praat. Nou ja, in ieder geval bedankt voor uw informatie. Ik ben Louis. Ja, ik ben Rina. Tot kijk. En succes met je programma. Kaartje.